Maakt Van Bracht ook hier een punt? Het zou de laatste zijn, helaas voor hem. Het blijft 14-9 in zijn voordeel. Maar Caudron heeft een moeilijke bal, trekt hem een beetje in en mist eveneens. Nog altijd 14-9. Kan Van Bracht... We onderbreken deze uitzending voor een extra nieuwsuitzending. Bij ons aan tafel is aangeschoven Gijs Wanders. Gijs. Ja, om 6:45 vanavond is er een Boeing 747, een vrachttoestel van El Al, neergestort op de Bijlmermeer. Het toestel heeft zich in de flat De Kruidberg geboord en er zou sprake zijn van tientallen doden. De flat staat in brand. Er is sprake van een enorme chaos op dit moment in de Bijlmer. Het toestel heeft twee motoren verloren boven het IJsselmeer en wilde toen een noodlanding gaan maken op Schiphol. Keerde dus terug naar Amsterdam en heeft daar nog rondgecirkeld, waarschijnlijk om brandstof te lozen. En is toen op een bepaald moment met de neus recht naar beneden gevallen, neergestort op de Bijlmer. Om 8:00 hopen we met het eerste beeldmateriaal te komen, met de laatste informatie uiteraard. En gaande de avond zullen we u uiteraard op de hoogte houden. Dat was Gijs Wanders. Straks dus meer, ja, dat moet je zeggen. We gaan maar verder met de band daar waar we bezig waren. De finale dus tussen Rini Van Bracht en Caudron. Caudron, rondspeelbal. Loopt goed naar rood. Iets te lang wellicht, iets te lang. Het is te lang. Nog altijd die stand op het bord van 14-9 in de tweede set. Grote spanning, een losse band van Caudron, 14-10. De 12e beurt. Hij kan snijden van rood, denk ik. Van Bracht denkt dat ook. Hij snijdt van rood, 14-11. Ja, die Belg, dat is een veelbelovend speler. 26 jaar, ik zei het, daar zit nog veel in. Kan niet meer in de tweede set. Vredestijdband. Oh.